Het is 25 september 2017 en ik ben hier op een veld waar gras in wiersen is gebracht en dat nu wordt samengeperst tot ronde balen. Ja, en het is druk in de agrarisch Nederland, want dit gebeurt nu allemaal in de duisternis, omdat er overdag natuurlijk nog heel veel ander werk is. De maansikkel die staat aan de hemel. Ja, dit gras dat hier staat is eigenlijk de tweede snee van een perceel graszaad. En dat werd nog even gemaaid en geschud en toen net nog even gewierst. En het wordt nu dus geperst. En dat is maar goed ook, want de nachten zijn ontzettend vol met dauw. En als je wacht op morgenochtend, dan is het weer allemaal kliedernat. Het is wel mooi om zo'n we zien het nu pas eigenlijk nu we dichterbij komen. Het zijn helemaal geen ronde balen. Het zijn namelijk grote, gigantische vierkante balen.